Stripjournaal. Robin Vink. Welkom bij deze tweede aflevering van Stripjournaal. Elke eerste zaterdag van de maand bij een striptekenaar thuis, of in ieder geval over strips. Ik ben gast bij een striptekenaar. Vorige keer was het met M.E. de Jong. Dit keer ben ik bij Hans van Oudenaarde. Hans, dankjewel dat ik hier het gast mag zijn. Van harte welkom, Robin. We kennen jou van Bob Evers. We kennen jou van Ronda. Dat zijn een beetje de twee grote strips die ik eigenlijk zo in mijn gedachten heb. Vergeet ik dan nog iets? Of, Voordat ik toen aan die grote strips begon, heb ik ook nog wel een tijdje in de stripwereld rondgelopen als ghost artist. Ik ben na mijn studie biologie, waar ik best lang over gedaan heb, ben ik eerst begonnen bij de Donald Duck. Daar heb ik een tijd lang verhalen gemaakt, vooral eenden verhalen. En via de Donald Duck ben ik een beetje in de reclame terechtgekomen. Ben ik ook terechtgekomen bij Jan Jans en de Kinderen. Ik heb George & Shimmy ghostwork gedaan. Ik heb Looney Tunes ghostwork gedaan. Dus ik was al best een paar jaar in de stripwereld actief voordat ik aan mijn eigen series toekwam. Dus dat, en het echte eigen werk is eigenlijk begonnen wel met Bob Evers. Ja. Nou, daar gaan we het over hebben. Over Bob Evers, over Ronda uiteraard. Ja, goed zo. Over je avonturen in Frankrijk. En het zou kunnen dat je zo af en toe eens even iets hoort naast ons. Want er scharrelt hier een hond om ons heen. Ik werd meteen besprongen toen ik binnenkwam. Ze is nog heel jong, hè? Ja, ze is nu 4,5 maand. Het is een geweldig beest, maar ze is een balletje energie. Ze heet Fiepje, ze is een schapendouche. En ja, ze slaapt veel, maar ze is ook wel eens heel erg wakker. En nou ja, dat hopelijk hoor je het niet te erg. Maar... Ja, ze scharrelt hier een beetje om ons heen. Er liggen allemaal speeltjes op de grond en dat piept af en toe. Of dat, je hebt zelfs een deel van je werkkamer afgezet met houten planken om te voorkomen dat zij naar een stuk gaat waar je er eigenlijk niet wil hebben. Ja, dat klopt. Een deel van de kamer, daar staan natuurlijk boeken en zo. En die zijn allemaal laag. En het is een leuke, enthousiaste hond. Maar om daar nou de tanden in te hebben, dat vind ik... Dus ik heb een kleiner oppervlak dan ik normaal heb nu. Ja. En kom je nog wel aan werken toe met zo'n wilde brassenhuis? Nou, inmiddels gaat het wel weer. Maar vooral in het begin even een moment dat ik dacht van... Jeetje, nou moet je 10 of 11 keer per dag met zo'n beestje naar buiten. Ook 's nachts 1 of 2 keer. En dan, zelfs? Ja, 's nachts ook. Ja. En dan is het wel even zwaar hoor. Toen heeft de productie wel even schade geleden. Maar nu inmiddels beginnen we een vorm te vinden met z'n tweeën. Met z'n tweeën. Ja. Jullie zijn een soort duo geworden nu. Ja. Het is een huisgenootje. Het is natuurlijk een soort vaste bewoner van de studio. En ik moet haar... zij moet leren hoe het hier toe gaat. En dat... we zijn onderweg, laat het zo zeggen. En Fiep, vernoemd naar... Fiepje Westendorp. Ja, hè? Ja, dat dacht ik ook. De grote illustrator, Triese. Die met Annie Schmid die mooie dingen maakte. Daar zat ook zo'n zwarte contourpoppetjes in. Jip en Janneke. Maar ook het hondje Takkie. Ja. Dat is zo'n klein zwart dingetje. En nou ja, toen we er zagen, dachten we... Ja, dit is gewoon Takkie. Maar ja, om er nou Takkie te noemen, dan vond ik weer zo wat. Dus, maar als eerbetoon aan de grote illustrator. Eigenlijk heet ze natuurlijk Sophie. Maar ja, Fiep is dan kort daarvoor, hè? Oh, is dat zo? Dat wist ik niet eens. Ja, het is een beetje een afkorting van zo'n soort naam. Het is een schat van de beest. En ik vind het fijn om een hond in de studio te hebben. We gaan het hebben over je strips en wat ik zei, je avontuur in Frankrijk. Waar ik ook mee wil beginnen vanaf deze podcast is een rubriekje dat ik gewoon keihard jat van mijn collega's van BNR Nieuwsradio. Waarvoor dank. De dilemma's. Ik ga jou een aantal stellingen voorleggen. Eigenlijk heel zwart-wit. En je moet antwoord geven. Je moet kiezen, de een of de ander. En daarna mag je dan nog, als we ze allemaal gehad hebben, kun je nog even een toelichting geven. Okay. Maar je moet even een keuze maken. Ik moet eerst kiezen en daarna pas de toelichting. Ja, moeten ze eigenlijk, als we eerst even allemaal, dat we weten wat je kiest. En dan gaan we daarna voor de toelichting. Goed zo. En dan begin ik met, om gewoon een algemene, om een beetje in te komen en te kijken waar je staat. Kuifje of Robberdoes? Oké, zo. Dat is gelijk al een moeilijke. Eigenlijk kan ik niet kiezen, maar nu heb je natuurlijk een pistool op mijn borst. En dan zeg ik toch Kuifje. Ja, waarom? Ja. Oh nee, dat doen we dan zo meteen. Ja, okay. Sorry, ja, daar ga ik zelf de fout in. Oké, okay. Houd die even vast. Ja, is goed. Zometeen gaan we naar Kuifje. Bob Evers of Ronda? Ronda, die is makkelijk. Oké. Okay. Ronda groot in Frankrijk of Ronda uitgeven in Amerika? Dat is ook een fijne vraag, maar dan kies ik toch voor Frankrijk. Gewoon een mooie stripserie in het grote stripland Frankrijk. Dat is toch wel mijn droom. Oké. Okay. En Ronda groot in Frankrijk of Ronda verfilmen? Jeetje, verfilmen, ja. Nee, kijk, verfilmen is hartstikke leuk en goed voor je ijdelheid en een toefje op de taart en jeetje. Maar dan zou ik toch altijd voor die stripserie kiezen. Ik heb liever een grote serie dan dat ik ook nog allerlei dingen eromheen heb of zo. Oké, okay. Je hebt je zinnen gezet op Frankrijk. Ja, Frankrijk. En het mooie strip in Frankrijk, dat zou ik echt graag willen hoor. Ja.
Oké, okay. gaan we het zo over hebben. Maar nu we dan toch al een beetje in Frankrijk zitten, of in ieder geval Franse strips, Kuifje of Robbedoes, daar kies jij toch voor Kuifje na enige twijfel. Ja, nou, het is een beetje de Stones of de Beatles, heb ik altijd het idee. Van, je bent van de een of je bent van de ander. En dat is het ook. Maar ik, in de loop van mijn ontwikkeling als mens en als tekenaar. Wij hadden vroeger de leesportefeuille. Daar zat de Kuifje in en daar zat ook de Robbedoes in. Dus ik heb die bladen altijd wel gezien toen ik heel jong was. En weliswaar met 5 weken vertraging of zo. En ik heb ze dus altijd naast elkaar kunnen zien elke week. En als kind koos ik heel erg voor Kuifje. Ik vond Kuifje een helder blad. Het ging over avonturen. Het was een beetje serieus. Robbedoes vond ik een rommelig blad. Een beetje hippieachtig. En vaak begreep ik het. Het was een beetje experimenteel. En daar was ik niet aan toe als kind. Later, als je wat ouder wordt, dan ga je juist dat waarderen. Dan zie je hoe virtuoos dat allemaal is. En hoe gedurfd en experimenteel dat allemaal is. Ja, dus, ik had eigenlijk gedacht dat je voor Robbedoes zou kiezen. Ja, omdat jouw stijl ook een beetje die zwierige penseelstreek heeft. Maar dat klopt dus nu wel. Want nu, ik ben van Kuifje naar Robbedoes toegegroeid. Maar als ik nu nog steeds zou moeten kiezen. Als ik nou één abonnement mocht kiezen. Ja, dan nu zou ik het eigenlijk niet meer weten. Maar ik ben begonnen bij Kuifje. Kuifje is toch mijn eerste liefde. Kiest voor het jeugdsentiment. Ja, laat ik dat maar doen. Ja. Ja. Bob Evers en Ronda was blijkbaar een hele makkelijk. Ja, Ronda is natuurlijk een strip waar je nu aan werkt. Mijn gevoel is dat Ronda je nog grotere bekendheid heeft gebracht dan Bob Evers. Ja. Meer heeft gebracht. Nou, Bob Evers kreeg niet over de grens. Ik heb dat wel geprobeerd. Toen die strip eenmaal begon te lopen, een beetje ben ik er wel mee naar Vlaanderen geweest. Heb ik daar ook zitten signeren. En die mensen kenden dat dan nog wel een beetje, die Vlamingen. Maar de Franstalige Belgen, die kenden het niet. Die zagen toch een beetje oudbollig jeugdsentiment. Dat herkenden ze dan wel, maar het was niet hun jeugdsentiment. En een groot deel van de aantrekkelijkheid van Bob Evers is toch dat het refereert aan iets wat van vroeger is. En het heeft dus heel duidelijk geen moderne kanten. En dit is leuk en dat is apart, maar dat krijg je niet meer voorbij de keiharde verzamelaars en de liefhebbers van Bob Evers. Nee. En als ik dan de vraag, als ik Ronda groot in Frankrijk zet tegenover uitgever in Amerika of voor film, kies je toch elke keer voor Ronda groot in Frankrijk. Ja, nou ja, dat film heb ik uitgelegd. Ik ga het niet zelf verfilmen, dus dan zou er iemand bij me komen en me heel veel geld moeten bieden voor de rechten of zo. Nou, dat is natuurlijk fijn en aangenaam, maar daarna gaat toch iemand anders ermee aan de haal. En dan kom je later in de bioscoop en denk je, goh, wat hebben ze dat leuk gedaan, wat hebben ze dat verschrikkelijk gedaan, maar dat is niet jouw liefde, jouw project per se. Ik vind het wel een heel filmisch verhaal. Het zou dankjewel. Nou, ik denk dat het ook zou kunnen. En als je prachtige vertolkers hebt of zo die dat zouden kunnen doen, dan kan je er best een leuk actieverhaal van maken met een mooie voice-over en weet ik veel wat. Maar dat is niet mijn eerste. Ik zou het veel geweldiger vinden als ik op zo'n Franse beurs in de grote tent zat, in de grote stands en dat de grote rijen voor mij waren. Weet je, dat zou me enorm strelen. Meer dan dat ik op zo'n première liep. Grappig. Ja. Frankrijk is voor jou toch een beetje het voorbeeldstripland. Ja. Kan ik het zo noemen? Ja. En daar wil je dan graag in de Olympus. Dus, ja. Als je, ik ben nu voor het eerst dan een beetje aan de voet van de Olympus aan het rommelen. En dat heeft me toch een enorme boost gegeven. Vond het echt ontzettend leuk. Er was opeens een deur open. Waarvan ik dacht dat die niet open te krijgen was. Of dat die heel moeilijk open te krijgen was. En opeens was ik binnen, liep ik daar rond en zag ik die mensen en dan ga ik met ze lunchen. Maar hoe ging dat dan? Want opeens, het is niet dat je op een dag naar het festival Angoulême bent gegaan en hebt gezegd, hey, ik ben Hans van Aden, kijk eens even naar mijn portefeuille. Zo werkt dat niet, denk ik. Nee, het begon eigenlijk bij Bob Evers. Ik had die Bob Evers serie, ik had een deeltje of 5 en ik dacht, nou ja, toch maar weer eens proberen om het de grens over te krijgen. Dus dan benader je verschillende uitgevers en nauwelijks reactie, weet je wel. En toen heb ik op een dag was ik uitgenodigd door een Duitse, Eckart Schott heet hij, een Duitse uitgever, annex handelaar, even hoesten. En die zei, ik ga naar Luxemburg, naar Contern. Daar heb ik een beurs en ik vind jouw stijl leuk en kom daar die albums signeren. En ik zei, ja, ik heb ze alleen maar in het Nederlands. Nee, dat is goed. Dus ik heb daar achter mijn stapeltje Nederlandse albums boekjes signeren. En toen kwam er een meneer op mij af van BD Must. Dat was een Waalse uitgever, dus een Franstalige Belg. En die vonden het wel interessant. Die zeiden, is dat niet iets voor ons? Dus geweldig natuurlijk, geweldig nieuws. Ik met die mensen in contact. Maar toen we begonnen te praten, bleek het toch best ingewikkeld voor ons allemaal te zijn. Want de rechten van de Bob Evers serie liggen complex. Er zijn natuurlijk, er is familie, er is uitgeverij Eekhoorn. Want het is eigenlijk een boekenserie geweest vroeger, ja, hè? Ja. Dus het is het, het, ja. het, het,
merk Bob Evers, om het zo maar te noemen, is eigenlijk van iemand anders. Ja, het is natuurlijk een jeugdboekenserie, een serie jeugdromans uit de jaren 50, 60. En die zijn, weet ik, van zijn een deeltje of 30 geloof ik geschreven door de oorspronkelijke schrijver Willy van der Heijden. En die heeft daar veel succes mee gehad. Dus het is ook heel bekend geweest in de jaren. En wij hebben daar een soort verstripte versie van gemaakt. Maar dat doe je, je regelt natuurlijk die rechten met de oorspronkelijke rechtenhouders. Maar als je het dan ook wil uitgeven in nieuwe talen, moet je weer met die mensen gaan praten en zo. En dat was, ze vonden het toch complex. En in die tussentijd zat ik ook al een beetje te zoeken, moet ik niet een eigen serie gaan opzetten naast Bob Evers? Dus ik had een soort leaflet gemaakt met wat voorbeeldplaatjes en een beschrijving van het verhaal en wat ik ermee van plan was. En dat heb ik die Waalse uitgever ook meegegeven. En die zeiden, we willen dat. Laat Bob Evers maar even zitten, we gaan beginnen hiermee. En toen had ik opeens een uitgever. Opeens een Franstalige uitgever. Dat was echt razend. Ik had het nog niet eens af. Maar ik kan net zeggen, dat was dus voordat Ronda in Nederland al in de winkels lag. Het was nog niet eens klaar. Toen heb ik nog zitten tekenen en met die mensen overlegd. En wat zij wilden, wat ik wilde en weet ik veel wat. En opeens was er een deeltje klaar. Hup, ze gaven het uit. En toen had ik opeens een deel in het Frans. Superleuk. En nu? Hoe is de stand van zaken nu? Nou ja, de geschiedenis gaat dan verder. Heb je een deeltje in het Frans. Dan hebben zij zoiets van, nou ja, het ziet er op zo'n manier uit dat we het een beetje high-end willen afzetten. We willen eerst beginnen met de verzamelaars en de luxe edities en zo. Dus we gaan eerst een beperkte oplage, weet ik veel, 333 exemplaar geloof ik. In luxe versies in zwart-wit. Zoiets. Oh. Ja, pak ze er even bij. Want je zei me van tevoren inderdaad van, dat wil ik je graag even laten zien hoe mooi ze dat in Frankrijk doen. Ja, ze beginnen met, je hebt nu een boekje in je handen. Dat is een zwart-wit versie. Die ze dan in het Frans uitgeven. En daar, hardcover uiteraard. Ja, hardcover met voorin een print. Ik geloof dat hier ook een print in zit. Even kijken hoor. Ja. Nummer 7 in Romeinse cijfers. Ja, dat zijn dan de auteursexemplaren. Die krijgt dan 10 van de uitgever. Er zit een soort ingeplakte print op het schutblad. Is dit geloof ik, hè? Ja. In kleur van Ronda die naar beneden valt van een gebouw af. Ja, het is ongeveer de enige kleur in het hele boek. Want voor de rest is het op groot formaat gedrukt en helemaal in zwart-wit. En dat is voor verzamelaars erg leuk. Maar zo beginnen ze dus. Een boekje moet nog 50 piek kosten. Dat is ook niet voor iedereen te doen. Hier beginnen ze mee in Frankrijk. Ja, hier komen ze eerst mee uit. Voordat de kleurversie komt, wordt dat dan gebracht. En dan softcover wordt sowieso niet uitgegeven. Dan komt daarna pas de eerste druk. Daar zit dan ook een katern in. Dit is ook een vrij luxe boekje. En de tweede druk is dan nog iets magerder. Die heeft dan geen katern meer, geen print meer. En die wordt dan voor de gewone handelseditie wordt hier uitgegeven. Er zitten nog een aantal schetsen van jou achterin, ja, zie ik. Ja, echt voor verzamelaarsdingen. Het is leuk om een beetje doorheen te bladeren. Te kijken, maar je zegt voor verzamelaars, hier beginnen ze dus mee. Dus eigenlijk nog niemand kent dit. En dan komt dit meteen op de markt in een beperkte oplage, denk ik. Ja. Hoe verkoopt dat dan? Wat is de oplage? Ja, deze is uitverkocht meteen al. Die ging hartstikke goed. Ja, 333, dus dat is wel te overzien. Maar toch voor 50 piek per stuk is het best een boekje. Maar dat wordt, kijk, die Walen gaan al die beurzen toe. En ze zitten met een stand met mooie luxe dingen. Met cassettes en boeken en rare edities en zo. En er is een heel publiek voor in Frankrijk. Dus zo verkopen ze die dingen. Ook via het internet wel hoor. Dus zo zie je zelf graag je strips op de markt komen. Ja, ik vind het wel erg mooi. Ja. En dan, ik zal die andere even bijpakken. Ja? Dan loop ik nu even weg. Ja, Hans gaat even achter het schot in dat neer is gezet voor de hond. Wordt daar nu even een boek gepakt. Kijk hoor, dit is dan de editie. Even kijken. En wat heb ik hier nu, Hans? Oh ja, je moet weer even richting de microfoon komen natuurlijk. Ja, okay. Dit is een kleur. Oh, dit is ongeveer hetzelfde. Ook weer met zo'n ingeplakte tekening op het schutblad. Ja. Dit is dan hetzelfde boek, maar dan in kleur. Ja, deel 1 in kleur. Ja. En dit wordt dan alleen een grotere uitgave ook nog wel genummerd en gesigneerd. En hier zit dan nog wel een katern in, geloof ik, achterin. Ja. Zie je, er zitten ook nog wat extra prenten en wat extra in kleur. Tekeningetjes. Ingekleurde schetsen ook, coverontwerpen zie ik. Ja. Ja. Ja, dit zijn wel hele mooie uitgaves, inderdaad. Ja, het is echt luxe, hè. Dit is echt voor voor in de kast. Ronda heeft hier steeds minder aan, zie ik. Hoe verder je doorbladert, ja. En dit is dan weer de tweede. Heeft ook een andere achterkant. Zie je, deze ook. Dit is een nog kariger uit. Dit is dan de tweede druk. En die heeft dan niet meer dat katern en niet meer die print. Dit is een gewone tussen aanhangstekens hardcover dan. Ja. Zo.
En zo gaat het met al die boekjes. Dus een heel, heel traject wat je dan met ze doorloopt. Maar ja, superleuk. Ja, ja? En hoe goed kennen mensen je daar? Dat is zeg maar het publiek in Frankrijk. Want je bent ook in Angoulême een aantal keer geweest. Ja, ik ben nu... Om te signeren. Ja, 4 keer ben ik nu geweest, Angoulême. Angoulême is zo krankzinnig groot. Ik weet niet, ze zelf zeggen ze geloof ik dat ze 300.000 mensen langs hebben in die 4 dagen. Echt waanzinnig. Dus ja, hoe goed kennen ze? Ja, je zit ergens in een marktkraam in de drukte. En daar, het Angoulême publiek is natuurlijk een heel... Ze zijn op zoek naar nieuwe dingen. Ze zijn op zoek naar speciale dingen. En daar blijven mensen op haken. Denken, hey, dit ken ik niet. Hey, dit ziet er leuk uit. En dan kopen ze ook wel eens iets bij BD Must of bij mij. En dat, dus ja, het Angoulême gaat goed. Stripjournaal. Robin Vink. Even naar Ronda deel 3. Ja. Je bent er nog mee bezig. Ja. Hoe ver ben je? Over de helft. Over de helft. En dan heb je het dan over schetsen of inkt? Of, nee, over de helft inkt. Het verhaal is al helemaal geschreven. Dat heb ik klaar. Het schetsen is nog niet helemaal klaar. Maar dat doe ik ook nooit. Ik ken tekenaars die het helemaal uitschetsen voordat ze 1 lijn inkt zetten. Zo ben ik niet. Ik wil toch een beetje frisheid erin bewaren. Dus ik schrijf het wel helemaal uit. Maar daarna ga ik per bladzij kan er nog best wel wat veranderen. Qua dialoog of precieze timing of zo. Dat kan ik nog wel aanpassen op het laatste. En dan dus het inkten is nu over de helft. Ja, en ik wil niet meteen te veel verraden voor mensen die Ronda überhaupt nog niet gelezen hebben. Maar het gaat erom dat in deel 1 ontstaat een beetje verwarring van is Ronda nou... Of zij wordt eigenlijk ingezet als dubbelganger van Dana Deen. Ja. En volgens mij, het is al een tijdje dat ik het gelezen heb. Ja. Hoor. Dus moet me even helpen. Aan het eind ontstaat volgens mij een beetje verwarring van is zij nou Dana Deen of niet? Ja, dat moeten we wel. En in deel 2 gaat dat eigenlijk weer... Kantelt dat beeld elke keer, als ik me goed herinner. Want dan in het begin denk je nog van... hé, maar Ronda is eigenlijk Dana Deen. En in de loop van het verhaal blijkt dat toch weer niet zo te zijn. Ja. En aan het eind volgens mij weer wel. En ik kan me nog herinneren helemaal de draad kwijt was. En zo moet het ook. Ik hoop wel dat je niet dan permanent de draad kwijt bent. Het hoort aan, in deel 3 wordt het vrij snel na een bladzijde of 10 of zo... wordt wel duidelijk dat het een bepaalde kant op gaat. Okay. Ik denk wel dat ik deel 1 en 2 weer even moet lezen voordat ik aan 3 begin. Het zou zomaar kunnen, ja. Hoewel, kijk, het is... Ik ruim wel een hoop op hoor, in het begin van deel 3. Daar gaan een hoop mensen, het verhaal moet niet te complex worden. Dus die krijgen allemaal een kogel in hun buik en die zijn weg. En dan hou ik opeens al een paar hoofdrolspelers over. En daar ga ik naar het einde. Oké. Okay. Jij hebt me ooit eens een keer verteld dat Ronda eigenlijk ontstaan is al jaren geleden samen met Hanko Kok. Ja, dat klopt. Ja. Hoe zit dat? Heel lang geleden bestond er een blad, dat heette Shoshi Stripblad. Dat is een van de opvolgers van Eppo. Eppo heeft een hele geschiedenis gehad. Dat heeft Striparazzi geheten en weet ik veel. Van allerlei namen gehad. Maar een van de namen was Shoshi Stripblad. En die waren altijd op zoek naar nieuwe strips. En toen heeft Hanko mij een keer benaderd. En zei, zullen wij iets samen gaan doen? Hebben we zitten brainstormen. En toen kwamen we samen op het concept. We moeten een beetje een vrouwelijke hoofdpersoon hebben. Die ook een beetje spannend is. En weet ik veel, misschien een klein diefje of zo. Laten we het spelen in Amerika. En toen heeft Hanko een pagina of 20 scenario geschreven. En dat ben ik gaan tekenen. Maar ja, het was zo'n ingewikkelde strip. En ik had natuurlijk ook al 1000 andere dingen te doen. Dus dat is bij pagina 20 gestrand. Dat hele... George en Chippy Stripblad wilde het hebben. Die had het gezien. En die zei, nou, we willen het wel hebben. Maar ja, we hebben ook niet zoveel geld. Dus het is een paginaprijsje. En ik had natuurlijk... Ja, je moet ook leven in de tussentijd. Dus ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om die cyclus te doorlopen in mijn eentje. Met daarnaast nog voldoende te verdienen. Dus het is gewoon in de kast verdwenen. Maar wel zonde. Hebben we het dan over jaren 90? Ja, we hebben het over begin jaren 90. Ja, 92, 93, zoiets. En we waren het eigenlijk al min of meer vergeten. Tenminste, ik. Het lag in de kast als een liefdesbaby van ooit. En toen begon Hanko in 2000... 10, 12, 13, ik weet niet meer. Kwam die op een keer naar me toe en zei van... we hebben toch een Ronda liggen, zullen we dat afmaken? En toen dacht ik, ja jeetje man, zo'n oude strip afmaken, kan dat wel? Dus hebben we dat erbij gepakt en ze hangen, nou, dan ga ik wel dingen aan het scenario veranderen. Maar toen kwam de nieuwe versie. Dat was zo anders, dan moest ik alles opnieuw tekenen bijna. En bovendien, de tekeningen van 20 jaar daarvoor... Die kun je ook niet zomaar meer... daar kun je niet zo tevreden over zijn dat je weer er zo mee verder gaat. Dus toen ben ik toch... ook flink wat gaan herschrijven in zijn scenario, omdat het me dan beter uitkwam. En toen bleek toch dat die samenwerking van destijds niet meer zo soepeltjes liep. Daar hebben we toch eens met elkaar gepraat van, kunnen we het nog wel op die manier zoals we het vroeger deden? Hanko. En Hanko is zo'n lieve jongen, die zei, joh Hans, jij moet het gewoon alleen gaan doen. Als jij zo al mee aan het schrijven bent, je moet gewoon zelf schrijven.
Dus hebben we dan gewoon elkaar diep in de ogen gekeken. En toen hebben we elkaar een hand gegeven. En toen heb ik het overgenomen. Ben ik het helemaal alleen gaan doen. Ja, en toen is Ronda een eigen leven gaan leiden eigenlijk. Ja. Want je schreef ook ergens, zag ik, Ronda, dat ben ik zelf. Dat is waar, ja. Ik ben al die figuren zelf. Ik ben ook al die autootjes natuurlijk en al die gebouwtjes en al die boompjes. Maar Ronda, dat het uit je handen komt. Maar leg je iets van je persoonlijkheid in Ronda dan? Ja, dat is onvermijdelijk. Ja. Hoe Ronda denkt, dat moet ik op een of andere manier vormgeven, invullen. Dus haar manier van denken en haar gedachteproces zal toch iets met mij te maken moeten hebben, ja. Ja, sommige mensen vragen wel eens van lijkt ze op je vrouw of zo? Is er een speciaal iemand die daarvoor voor model heeft gestaan? Ja, nee, ja, ikzelf. Elk mens heeft verschillende aspecten, Robin. Ja. Ja. Zijn allemaal mannelijk en vrouwelijk en weet ik veel. Nou, ik vroeg me dan wel of nu je toch over je vrouw hebt. Want ik snap dat je graag mooie vrouwen tekent. En Ronda heeft regelmatig niet heel veel aan. Nee. Daarvan dacht ik, wat vindt je vrouw daarvan? Oh, die vindt het geweldig. Oh ja? Ja, nee. Ja, kom op, het is geen chockerende strip. Het menselijk lichaam is toch prachtig. En ja, ik vind dat helemaal niet iets om je voor te schamen. Het is leuk om te tekenen. Het houdt voor mij ook een beetje... Ik vind het fijn om af en toe een spannende scène erin te tekenen. Ja. Je wil ook je stripfiguren eigenlijk een beetje neer gaan zetten als acteurs. Zodat je Ronda, dat je eigenlijk een affiche kan maken met... Ronda speelt nu in die strip. Oh ja, verdrukkelijk. Ja. Hebben we het ooit een keer hebben over gehad. Over en dat gehad, vind ik nog steeds een fascinerend idee. Ja, er is nu een blad dat heet de Strip Glossy. Ja. En de Strip Glossy die heeft het komende nummer hebben ze ook weer een special over Ronda. 4 pagina's. En dat is een beetje zo'n spin-off van dit idee. Van de serie, daar zie je de acteur Ronda. Dus heet daar nog wel Ronda. Ja, ik moet er ook een eigen naam geven of zo. Maar die eigenlijk in de studio van Hans van Oudenaarde rondloopt. En daar commentaar geeft op het werk van Hans van Oudenaarde. Het is een beetje in het hoofd van de tekenaar. Ze zijn dan de originele aan het bekijken en zo. En daar commentaar aan het leveren. En dan is de tekenaar komt dan opeens binnen. En die heeft dan een soort crisis. Die denkt, moet het niet allemaal anders en moderner en frisser. En dan komt zijn vrouw er langs en die zegt dan... ja, kom op, dat kan je wel doen, maar er moet ook gewoon geld verdiend worden. En dat is dan een soort, weet je wel, in het hoofd van de tekenaar. Maar dat de acteur zijn eigen leven leiden, vind ik wel erg grappig. Ja, dus zo speel je een beetje met het medium eigenlijk ook, met het medium strip. Ja, ja, ik vind dat medium verdient dat ook. Er mag ook best creatief mee omgegaan worden. Het hoeft niet allemaal zo stijf en zo... Maar heb je al een nieuw avontuur in je hoofd dan voor Ronda? Voor na Ronda? Ja. Nou ja, maar dus voor Ronda in de nieuwe strip. Ja, kijk, onder een andere naam. Ronda is het laatste deel. DC. Sorry hoor, kriebeltje. Na deel 3 houdt het op. Maar het zou dus zomaar kunnen dat die actrice die Ronda speelt nu... dat die met een andere pruik en weet ik veel wat andere kleding... weer in de nieuwe serie zit. Maar je hebt nog geen concreet idee? Ik heb wel 1 of 2 concrete ideeën. Zelfs 1 concreet idee met een gekende schrijver... Maar ik ben er nog. Op een of andere manier kan ik mijn hoofd nog niet vrijmaken. Ik moet dit eerst goed afmaken voordat ik serieus daar iets over kan zeggen. Ja. Dus laat ik er maar niet te veel over zeggen. Nog wat daarna. Nou, wat ik me wel nog afvroeg. Nu je toch hebt van, ja, dan moet ook geld op de plank komen. Ja. Je bent dan nu 1,5 jaar aan het werken aan Ronda deel 3. Ja. Aan 1 stripverhaal. Kun je daarvan leven op die manier? Nee. Dat is ook een van de redenen. Kijk, op het moment dat je een strip maakt, bouw je eigenlijk een tekort op. Dan ben je eigenlijk je bankrekening aan het plunderen. Want je zit eigenlijk alleen maar te tekenen. En het levert nauwelijks iets op natuurlijk aan voor publicatie. Dus heel vaak is het zo dat als de strip klaar is, dan is iedereen blij. Maar jij bent geruïneerd. Dus dan moet je zo snel mogelijk natuurlijk reclamewerk pakken. En alles wat er maar langskomt om weer dat tekort op te bouwen. En dat na 2 delen, het is ook een bewerkelijke serie. Ik doe er ook veel te lang over. Dan moet ik soms gewoon even een tijd inruimen om weer wat te verdienen. Dus ja, dat levert vertraging op. Ik zit natuurlijk, de stripmarkt is karig wat dat betreft qua inkomen. Want daar Ronda ben je nu aan het werken, maar je verdient er pas iets mee als hij in de Eppo staat bijvoorbeeld. Ja, ja. En als het moment je pagina's levert aan Eppo, betaalt ze wel. Dat is wel fijner. Niet net bij publicatie, maar echt op het moment dat ze ze ontvangen, betalen ze de pagina's. Maar ja, als niet alles af is, heb je nog... En de paginaprijzen ook niet, ja, hoe zeg je dat, niet supergoed. Dus pas als die boekjes riant gaan verkopen, dan komen de riante inkomsten hopelijk uit royalties. Maar ja. Frankrijk, hè? Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk een grote markt. Nederland, hoe je het ook wendt of keert, het is heel moeilijk om in Nederland boven de 1500 boekjes te komen. Als je een goed lopende serie hebt, kom je misschien aan 2000. Maar daarboven is echt fantasie, hoor, in Nederland. Het is zo moeilijk. Maar Frankrijk niet. Daar zijn de grenzen anders. Dus als daar een serie een beetje aanslaat, dan kan het opeens interessant worden. Ook qua inkomen.
Ja. Dus ja, daar moet je toch. En vooralsnog moet ik het gewoon maar bijspijkeren met klusjes, met commissions, met reclame dingetjes. Stripjournaal. We zijn aangekomen bij de tips. Tips. Elke keer in de podcast geven we een tip van nou, welke strip zou je moeten lezen, welke is leuk. Ik begin even met de strip die ik heb meegenomen. Oh. Ik weet niet of je hem al gezien hebt. De Kennedy Files van Erik Varenkamp en Mick Peet. Nee, niet gezien, nee. Ik heb Erik Varenkamp een tijdje terug geïnterviewd voor de Boekenkrant. Ik vond het een fascinerend verhaal. Het gaat namelijk over Joe Kennedy, de vader van John F. Kennedy. Die we allemaal kennen als president van de Verenigde Staten. Ja. En die Joe Kennedy blijkt eigenlijk heel erg uit dit boek, want ze baseren het eigenlijk heel erg op feiten ook, en oude krantenknipsels en dat soort dingen. Die wilde eigenlijk zelf president worden, was ambassadeur in Londen voor Amerika aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. En zat eigenlijk een beetje op de lijn van, ah, die Hitler valt wel mee en je moet hem een beetje te vriend houden en ik wil hem een keer ontmoeten en eens een keer met hem praten. En buiten beleid van president Roosevelt om. Dus het was een enorme, en net zo schuismarcheerder als zijn zoon later, want hij dook ook met alle vrouwen in bed. Dus het was iemand die heel erg met zijn eigen agenda bezig was en heel erg, je krijgt toch wel een beeld van corruptie en dat soort dingen. Ik geef hem even aan jou, kun je even kijken wat je ervan vindt. En wat ik ook wel heel bijzonder vond van de tekenstijl, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Want Erik Varenkamp, het is een totaal andere stijl dan die jij hebt. Ja. Want jij hebt een heel zwierige, wat ik net al zei, met penseelstreken, zwierige stijl. Dit is ook wel penseel hoor. En dit is, dit is volledig op de computer. Oh, oké. Okay. Hij maakt eerst fotocollages. Zo. En die gaat hij vervolgens op de computer, ik zou bijna oneerbiedig zeggen, overtrekken. En op die manier bouwt hij zijn strip op. En het is een heel, het is wat statiger, of hoe zal ik het zeggen? Wat misschien wat stijver, maar tegelijkertijd wel weer, ik vind het ook wel weer mooi en ik vind het wel weer fascinerend. En het is, en ik vond het sowieso een fascinerend verhaal ook. Dus dat is mijn tip. Want ik kan hem aan iedereen aanraden. Er komen minimaal nog twee delen van. Over het leven van Joe Kennedy. Omdat het ook het biedt een inkijkje in een historisch figuur, historische persoon hou ik heel erg van, die we eigenlijk niet zo goed kennen. Ja, het is heel strak. Hè? Het is heel strak. Ja. En iedereen kent natuurlijk JFK. Ja. Maar als je een beetje JFK wil begrijpen, dan moet je eigenlijk deze voorgeschiedenis ook weten. Van hoe zijn vader uiteindelijk hem ook gepusht heeft om president te worden. Ja, omdat het eigenlijk zijn eigen mislukte ambitie was. Ik had wel gehoord dat de vader erg ambitieus was en heel graag wilde dat een van zijn zoons president zou worden. Eigenlijk wilde hij eerst zijn oudste zoon, maar die is gesneuveld aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. En toen heeft hij zijn pijlen dan maar gericht op JFK. Ja, ja, ja. Wauw. Mooi. Mooi ingekleurd ook. Ja. Ja. Het is ook een mooi boekje. Mooi, klein, compact. Ja, het is mooi uitgegeven. Mooi, linnen ruggetje. Ja, er is ook een softcover versie. Maar dit is inderdaad de hardcover met een mooie linnen rug. Ja, die is geloof ik €5 duurder dan de softcover. Okay. Dus ja, dan kun je net zo goed een mooie hardcover kopen. Zou ik praten, denk ik. En er komen nog twee deeltjes aan? Ja, er komen er nog twee. Volgens mij volgend jaar en dan over 2 of 3 jaar nog geen. Ja. Hij heeft ook Prins Bernhard gedaan, toch? Ja, Agent Orange over Prins Bernhard inderdaad. Ja. Mooi boekje. Wat is jouw tip, Hans? Oh ja, ik was in Angoulême. Dus we zitten nu begin maart, maar eind februari of eind januari was ik in Angoulême. Daar heb ik dit boekje meegenomen. Het heet, het is van Alex Alice en het heet Le Château des Étoiles. Ja, het is nog helemaal in het Frans. Het is een enorme hardcover die ik hier in mijn handen heb. Ja, hij is groot. Het is bijna A3 formaat. Ja, het is een prachtige stijl die hij heeft. Totaal anders dan wat ik doe. Het is helemaal geaquarelleerd. Er was een tentoonstelling daar en daar lagen. Er hingen ook zijn originele. Er was ook een filmpje hoe hij het deed. Onwaarschijnlijk bewerkelijk. Over sommige tekeningen heeft hij wel 12 of 13 of 15 lagen verf voordat hij voldoende diepte heeft. En in druk natuurlijk heel moeilijk te reproduceren. Ik zal het aan jou geven. Oké, dit is weer een mooie uitgave met zo'n linnen ruggetje en zo. Ik weet niet eens of het in het Nederlands al is, want er zijn nu 2 of 3 delen van. En dit is dan het eerste deel. Het is indrukwekkend qua techniek vooral. En daarom heb ik het meegenomen. Dit is wel echt heel mooi. Ja. Het is heel een beetje sprookjesachtig is het. Absoluut, ja. Het speelde denk ik in de 19e eeuw, als ik het zo zie. Ja, het is een beetje steampunk-achtig. Het is een soort alternatieve geschiedenis. Het is wat ik ervan, want ik lees het ook in het Frans, dus alle details. Ik probeer de details te begrijpen, maar soms ontgaat me wel een kleinigheidje, hoor. Het gaat een beetje over ontdekkingsreizen, de hemel in, de ether in, zeg maar.
Er is een klein jongetje wiens moeder overleden. Er was een ontdekkingsreiziger wiens moeder overleden is bij een enorme tocht. En zijn vader is een soort ingenieur die ook veel weet van de techniek. En die wordt op een dag uitgenodigd door de Duitse keurvorst. Die ook enorme ambitieuze plannen heeft om het universum te gaan verkennen. En dan kijk je een beetje door de ogen van dat jongetje. Kom je dan en zijn vader is natuurlijk daar aan het werk. Op een gegeven moment in dat grote paleis. En dat jongetje ontdekt dan die hele wereld. Er is natuurlijk ook allerlei competitie. Er zijn andere Duitse vorsten die dat, de Pruisen geloof ik, die dan ook van allerlei oorlogsplannen hebben. Dat ja, ik zie hier zo'n Duitse pinhelm langskomen, ja. Ja, het is echt fantastisch. Maar totaal, ik zie wel manga-elementen erin. Ja, qua gezichtjes, dat vind ik heel apart, omdat het is een soort potloodlijn die inderdaad met aquarel is ingekleurd. Ja. Maar ondertussen zijn de gezichten van de hoofdpersonen, wat jongere hoofdpersonen, zijn een beetje van die manga-achtige gezichtjes. Ja. En dat zijn twee dingen die ik totaal niet samen Oh, geweldig vind ik dat. Dat hij dat allemaal maar durft en er doorheen vlecht. Maar dit is omdat het zo ver van me afstaat qua techniek. Maar tegelijkertijd vind ik het ook fascinerend. Misschien moet ik ook maar eens wat meer met verf gaan doen, denk ik dan meteen. Als ik dat zo zie. Maar het is dus niet duidelijk of dit ook in het Nederlands komt. Misschien is het al in het Nederlands. Dat heb ik niet zo goed gevolgd. Ik kwam het daar ik kende het ook niet. Ik was daar met Paul Teng, de beroemde Paul Teng. En die kende dit al wel. En die zei van, ze moeten naar de tentoonstelling. Dus toen ik het thuis zag, toen vond ik het ook geweldig. Toen heb ik dat boekje maar meegenomen. Ik ga zoeken of die in het Nederlands te krijgen is. Ik heb geen idee. Château des Étoiles van Alex Ellis. Ik zal er in ieder geval even een foto van maken. Ja. Zometeen dan zet ik die op stripjournaal.com. Dan kunnen mensen toch een beetje zien hoe het eruit ziet. Ja, super. Ik ga zometeen ook even met jou, als je het goed vindt, een filmpje opnemen. Waarbij je nog iets van Ronda deel 3 laat zien. Okay. Dat we alvast een sneak preview kunnen geven. Ja, dat is goed. Ja. Allemaal terug te vinden op stripjournaal.com. Ja. Er is al wel trouwens het schetsboek uitgekomen afgelopen oktober. Met een kleine preview van 7 pagina's van het eerste van het nieuwe verhaal. Ja, dat waren de eerste 7 pagina's in inkt, hè? In zwart-wit, ja. Ja, in zwart-wit. Ja. Ja. Die is nog overal te krijgen, dat boek? Het is wel hard gegaan, want hij is nog wel te krijgen. Ik zag de royalties afgelopen 2 weken geleden. Dat was aangenaam. Dat was flink al wat verkocht. Ja. Kijk. Oh ja, april is royalty maand. Hè? Oh nee, het is nog geen april. Het is, ze sluiten het jaar natuurlijk af in, 1 januari. En dan komt de maand daarna komen de royalties. Dus dat was fijn. Oké. Nou, dankjewel dat ik hier aanwezig mocht zijn, Hans. We zijn er al. We zijn er al doorheen, volgens mij. Ja, of mis ik nog iets? Wilde je heel graag nog iets kwijt? Nee, Fiepje heeft zich goed gedragen. Ja, die heeft zich heel rustig gehouden. Ja. Ze ligt hier bijna te slapen ineens. Nee, ja. Dus, nou, ik vind het superleuk dat jullie aandacht aan mij willen besteden. En ik hoop dat de lezers iets en de kijkers er iets aan hebben. Oké, nou dankjewel. Ja. Dit was stripjournaal.com, de podcast. Meer informatie terug te vinden op stripjournaal.com. Dus ook een filmpje met Hans van Oudenaarde. En volgende maand zijn we er weer. Stripjournaal. Dankjewel, Hans. Nou, we kunnen naar het bier. Oké, het bier.